Hallo meiden, een iets andere opstelling. Ik ga proberen naar de lens te kijken, maar ik heb de neiging om naar mijn scherm te kijken. Waarom is dit? Het is een nieuwe camera. Ik ben nog niet gewoon om te filmen met deze camera. Als je mijn vlog en unboxing gezien hebt van Isipari Xelevent, dan weet je wat er gebeurd is. Mijn camera heeft het laten afweten, dus ik heb heel veel moeite gehad om dat filmpje op te nemen. Nu, het goede nieuws is dat die camera ondertussen weer lijkt te werken, maar ik had ondertussen al een nieuwe camera gekocht, dus ik dacht ik probeer deze uit, trial run voor de nieuwe camera, en de andere camera kan dan mee naar een event of zo. Daarnaast heb ik ook een nieuw soort lampje gekocht, een LED-lampje, om hopelijk mijn licht van mijn camera en van mijn video's wat beter te maken. Want ik heb heel vaak het gevoel, mijn ruit is daar, dat eigenlijk enkel die kant van mij verlicht is en de andere kant volledig in het donker valt. En ik vind dat effect eigenlijk niet zo mooi op filmpjes. Dus ik heb nu daar een lamp bij gezet. Dus ik hoop dat dat probleem oplost. En dan laten we maar gewoon overgaan naar de orde van de dag. Ik ben wat laat dus door die cameraproblemen met deze filmpjes, maar jullie hadden nog een favoriete filmpje van mij te goed. En ik heb dit allemaal in deze zak gestoken, want ik wil eigenlijk ook onmiddellijk beginnen met mijn eerste favoriet. En dat is deze zak. Ik ontving deze op het Issy Paris Excel event. Het is een zak van Repetto. Ik ben terug scherp. Het is een zak van Repetto en je zou zeggen een zak, waarom gaat dat tot je favorieten? En dan zeker gewoon een zakje die je gratis gekregen hebt. Maar ik vind de zak heel erg stevig. Ik vind hem ook heel erg mooi en elegant. En mijn laptop kan erin. Dus ik heb die eigenlijk ook al gebruikt om gewoon mijn laptop ergens mee naartoe te nemen. Snel als ik ergens naartoe moet, laptop erin en weg. En dat gaat perfect in deze zak. Dus ik hou enorm van deze tas. Ik begin dus met een make-up product. En het product die ik uit de zak genomen heb, heb ik ontvangen. Ik ben een tijdje geleden uitgekozen als insider van Vera Camilla om een mascara te testen. Maar in het pakketje die ik ontving zaten er ook een aantal andere make-up producten. En een van die producten was dit sculpting palet van Rimmel. Van, in samenwerking met Kate Moss. En hierin zit een highlighter, een bronzer en een blush. De highlighter is zelf niet echt mijn favoriete highlighter, want ik vind dat er wat weinig glans in zit. Maar de bronzer en de blush zijn echt heel erg mooi gepigmenteerd. De blush moet ik zelfs mee opletten, omdat ik anders gewoon te veel bronzer en blush op heb. Dan ben ik ook door Vera Camilla uitgekozen als insider voor een ander project. En ondertussen kun je al een van de producten zien. En daarvoor ontving ik ook enkele producten. En ja, eigenlijk de drie producten die ik ontvangen heb, hebben het tot mijn favorieten geschopt. En dan heb ik het vooral ook over deze combinatie. Normaal was ik mijn haar om de 3-4 dagen. Ik probeer mijn haar niet te vaak te wassen omdat het gekleurd is. En dat rood gaat er heel erg lang uit, totdat je eigenlijk geen rood meer hebt. De kleur is ook niet meer wat het was. Nu, ik wil wat sparen, dus ik denk dat ik het gewoon ga laten uitgroeien, mijn haar. Jammer, want ik vind het een heel erg mooie kleur, maar het kost ook weer elke maand 80 euro. Ja, 80 euro die ik wel voor iets anders kan gebruiken. Ja. En deze shampoo en conditioner heb ik deze maand vaak gebruikt. Ik heb 6 dagen mijn haar eigenlijk niet moeten wassen. Dus zo lang bleef mijn haar vrij vetvrij. Ik heb dat wel aangevuld met een droog shampoo. Dat is deze droog shampoo. En dat is eigenlijk mijn favoriete product van de drie. Het maakt mijn haar niet wit. Het maakt het niet, het maakt het vetvrij. Het geeft het volume heel erg mooi. Ik zou het nu eigenlijk ook wel even kunnen gebruiken. Het heeft een heel erg lekkere geur. Trouwens, alle producten van de lijn hebben dezelfde geur. Het zou wel beter zijn als ik hier een borstel heb, dan kan ik het echt uitborstelen. Maar je ziet het heeft niet echt een witmakend effect op mijn haar. En zie dat volume. Echt waar. Dat was het eerste wat mij opviel, hoeveel volume ik erdoor kreeg. Dus dat zijn die producten. Dan normaal, ik denk niet dat jullie daarop gaan letten,
Maar ik ben een brildrager. Nu, als ik een filmpje maak, heb ik meestal mijn bril niet op, omdat ja, ik vind dat niet zo mooi op een video, maar ik zie dan eigenlijk ook niks. Nu, ik ben erin geslaagd om deze maand 2 van mijn brillen te kapot te krijgen. Maar ja, gewoon per ongeluk 2 brillen van Paulette en ze waren gewoon kapot. Nu, ik wil voorlopig geen nieuwe bestellen, omdat ik binnenkort naar de oogarts moet. En dan gaan mijn ogen opnieuw gemeten worden en ik denk dat, allez, ik ben vrij zeker dat één van mijn ogen niet meer op start is. Dus voordat ik nieuwe bestel, ga ik eerst mijn ogen laten doen. Maar ik heb nog lenzen liggen en ik heb die de hele tijd eigenlijk niet meer gedragen, omdat ik dat zo een werk vind om die elke ochtend in te steken. En ik ben dan nog moe en dat gaat dan niet en dat lukt dan niet. En ja, ik had die en ik heb waarschijnlijk een half jaar geen lenzen meer gedragen. Maar ja, toen dat mijn bril kapot was op het werk, was ik in één keer verplicht om terug lenzen in te steken. En met het mooie en warme weer was dat eigenlijk ook wel gemakkelijk dat ik gewoon een zonnebril kon op en af doen. En ja, ik ben terug lenzen beginnen dragen en wel redelijk vaak. Nu, ik neem mijn lenzen mee in dit zakje. Omdat ik vind als je lenzen draagt, moet je altijd voorzien zijn op het feit dat je lens in één keer aan betand zit. Ik heb dat toch, op het einde van de dag worden mijn ogen droog en dan moet die lens eruit, want dan begint het pijn te doen. Dus ik heb altijd mijn materiaal mee als ik lenzen in heb. Dus wat zit daar eigenlijk in? Mijn lenzen vloeistof, maar in een travel size. Ik gebruik de Rhino Multipurpose Solution van Bausch & Lomb. Ja, dan zit daar een dingetje bij. De lenzen die ik gebruik zijn momenteel de Soft Lens 59 van Bausch & Lomb. Maar ik denk dat ik misschien wel eens andere ga bestellen. Want ik had vroeger andere en die lagen mij eigenlijk beter dan deze. En ja, dan een zakje met mijn bril in. Dit is van Paulette, het zakje, de bril trouwens ook. Ik had 3 keer hetzelfde model besteld bij Paulette. Maar dit is de enige die ik nog kan dragen. Want de 2 andere zijn kapot. Jammer genoeg. Maar dus deze. En een spiegeltje, want ik kan mijn lenzen niet insteken zonder spiegeltje. Nooit geleerd en ik kan het gewoon niet. Dan heb ik een oogschaduwpalet. En ik denk dat jullie het misschien al kunnen herhalen, het oogschaduwpalet. Want ik heb het vaak gefeatured op Instagram. Ik heb het gefeatured in een look laatst op de blog. Maar ik heb het dus over dit palet. En ik zie nu ook mezelf in de spiegel hier, want hier van achter zit een spiegeltje. Maar dus dit palet, dit bestaat eigenlijk uit 3, het is een wire palet en hierin zitten eigenlijk 3 ja, aparte lagen in. Zo. En ja, ik gebruik dat echt heel graag. Zoals je ziet, deze roze kleur gebruik ik echt te vaak. Maar ja, ik vind het echt een super tof palet en het leukste van dit palet is de kwaliteit natuurlijk. Het is een goede gepigmenteerde oogschaduw. Ze zijn wel wat korrelig, dus je moet wat leren om ermee te werken, maar ze zijn echt heel erg mooi gepigmenteerd. En het andere leuke van dit palet is natuurlijk het prijsje. Dit kost maar 5 euro momenteel. Dus dat is echt niet duur. Ik heb er zelf nog 8 euro voor betaald, maar ik zag dat ze nu pas slechts 5 euro kosten. Gewoon Only You, huismerk van Issy Paris Excel. En je zou denken, Issy Paris Excel, zo duur, maar nee. Ik heb natuurlijk nog wat make-up en de make-up, ik zal anders eerst make-up gerelateerde dingen eruit halen. Ik weet niet of jullie het nu kunnen zien, het licht is vrij sterk, maar ik heb een heel mooie highlight aan en dat is deze. En deze heb ik consequent nagenoeg elke dag gedragen deze maand en dit is de Freedom, mijn verpakking is trouwens kapot, de Freedom Highlighter in de kleur Brighten. En dat is eigenlijk een licht roze, koele highlighter. En aangezien dat ik cool ben van huidskleur, is dat eigenlijk een ideale kleur voor mij. Heb ik ook 3 mascara's veel gebruikt deze maand. Ja, waarom 3? Omdat ik er 2 samen gebruik. Dus ofwel gebruik ik deze mascara en dit is de Rimmel Volume Colorist Mascara. Dit product heb ik gekregen als insider via Vera Camilla. Maar echt, ik ben eigenlijk heel erg blij met deze mascara. Hij heeft mijn ogen volume. En het ziet er heel erg mooi uit. Ook lengte. Het enige nadeel is, je kan een klein beetje je wimpers aan elkaar doen plakken. Maar als je een beetje mee oplet, lukt dat wel. Als ik deze echter niet gebruikte, dan gebruikte ik deze 2. Dan gebruikte ik de Yves Rocher Volume Elixir Mascara als basis. En dan ging ik erover met deze Givenchy
Noir Couture. Ja, Noir Couture mascara in Black Satin. Dit is echt een super duper mascara. En zeker in combinatie met die, dan is het net alsof ik valse wimpers aan heb. Oké, nu kun je het ook niet zo goed zien, maar het is ook de mascara combinatie die ik nu op heb. Heb ik ook terug naar primer gegrepen deze maand. En de primer die ik gebruikte is deze White Angel Chorus Beam Primer. Het is gewoon een primer die een dewy look heeft. Concealer onder mijn ogen. Ik heb ontdekt hoe handig dat kan zijn. Ik ben zelf niet iemand die last heeft van blauwe kringen of dikke ballen onder mijn ogen. Maar toch zit daar een kleine verkleuring op. En om het toch allemaal mooi egaal en dat poppenachtige effect te krijgen, heb ik eigenlijk deze maand heel vaak concealer gebruikt. En ik vrees dat dit trouwens bijna op is. Ik hoop dat ik binnenkort iemand naar Engeland weet gaan die daarachter kan gaan voor mij. Maar dit is dus met een concealer waar ik echt dolle ben. Die is ook trouwens super goed. En dit is de Collection Concealer in de kleur Fair. Ik heb die trouwens al meerdere keren genoemd. Echt een super tof product. Die wil ik zeker opnieuw. En deze is ook een van mijn topfavorieten. Een van mijn all-time favorieten. En dit is de Sephora Filled Tip Liner, denk ik noemt die. Long Lasting Eyeliner. Deze, maar die heeft een vulten topje. Die blijft ook heel vrij vloeibaar. Ik hou echt van deze, maar ik heb het vermoeden dat deze uit assortiment is. Maar ik wil die echt terug. Dus als jullie weten dat die nog te verkrijgen is, laat het mij zeker weten, want ik hou echt van dit linertje. En dan heb ik nog drie producten, waarvan het eentje nog wat make-up gerelateerd is. En dat is mijn kwastenreiniger. Dit is de kwastenreiniger van Barbara Hoffman. Ik heb deze ooit gekocht, ik denk bij die. Ik denk dat Barbara Hoffman te koop is bij die. En ja, ik heb die een hele tijd niet gebruikt. En dan mocht ik weer kleurrijkere looks te maken. En dan, ik was mijn kwasten jammer genoeg niet elke dag. En ja, ik had de dag voordien een blauwe look gemaakt. De volgende dag wou ik een roze look maken en ik had een paarse look. Dus dat was niet echt wat ik wilde. Dus sindsdien heb ik deze terug mee. En is ook al redelijk gezakt, is het nu hier. Dus ja, deze kwastenreiniger van Barbara Hoffman. Dan tot slot heb ik nog twee verzorgingsproducten. Begin juni werd ik uitgenodigd voor de Beauty Days van ONA. Dat is een persbureau. En in dat persbureau die vertegenwoordigen ook Kruidvat. Ik weet niet of jullie het wel of niet al gehoord hebben, maar Kruidvat heeft een Spa Secrets lijn, dat weten jullie zeker. Daar heb ik zelf ook al meerdere artikels over geschreven. Maar er komt een nieuwe geurlijn. En ze hadden nog niet alle producten. Allee, ze hadden eigenlijk nog geen producten, nog geen in de goede verpakkingen. Maar ik kreeg alvast een staaltje mee. Dit staaltje is van de Body Oil in Cream. En de nieuwe lijn is de Magic of Brazil lijn. En deze geur is echt zo lekker. Het is trouwens een heel dikke cream. I just love it. I really, really do. Nee, ik wil deze hele collectie als die uitkomt. Ik denk dat ze binnenkort in de winkels ligt. Dus echt waar, een aanradertje. En dan ook in de zomer wil ik mijn handen goed verzorgen. En daarvoor gebruik ik deze Dove. De verpakking ziet er al wat gehavend uit, want hij heeft standaard in mijn zak gezeten. In mijn handtas en in mijn carry-on die ik heb, laat ons maar zeggen, voor het werk. Dus hij is echt zo wat bruinig geworden. Maar dus deze handcreme van Dove. Die heeft zo'n typische Dove geur, maar echt heel luxueus qua geur. En hij trekt snel in, hij smeert goed uit. Echt een heel, heel mooie. Ja, dat was het. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om dit te zien. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer zou ik zeggen. Dag!